zelf al eens correct voor de tuinbeheer. Dan ben je het overgesloten om te zijn. Ga ik onderrijden, komt al. Nou, een havenmeester die, ja, dat is een manetje van alles. Je hebt vliegvelden die hebben voor iedereen een taak. Maar dat kan gewoon niet, want dat kan niet uit. Op zo'n vliegveld moet je echt manetje van alles zijn. We zijn als eerste zijn we directeur, havenmeester, zorgen voor de veiligheid hier op het vliegveld. Maar we zijn ook brandweerman, we zijn ook ja, een soort een halve douaneambtenaar. Het onderhoud op het vliegveld. Het vliegveld is 50 hectare groot. Dus er moet gemaaid worden, er moet drainage doorgespoten worden, er moet geschilderd worden. Ja, je bent echt een manetje van alles. Af en toe het kantoor stofzuigen. Oh ja, het kantoor stofzuigen. Maar dat maakt het ook leuk, want het is erg afwisselend. En dat is het leuke van dit beroep. En het leuke is dat je ook met allerlei soorten mensen te maken hebt. Mensen die hier komen landen, die het ook naar hun zin moeten hebben. En dat is heel belangrijk voor dit beroep. Je moet het naar je zin hebben. En de mensen moeten hier echt lachend uit het vliegtuig stappen en ook lachend weer weggaan. En dat moet je hier ook met z'n allen doen. Dat kunnen wij doen. Het restaurant moet daarbij helpen. Het vliegveld op zich, als de mensen daar op het terras zitten en ze zien hierboven de parachutisten eruit springen. Ze kunnen lekker eten, ze kunnen fietsen huren. Je kan hier echt alles doen wat je maar wil op dit eiland. En dat is de attractie van Texel. We proberen echt de klanten in de watten te leggen. En de spin-off die we daarvan hebben is fantastisch. In 82 volgde ik mijn vader op. En Mike, die kwam mij helpen in... Zeg het eens, Mike. Ik denk in 1997 al als vakantiebaantje. En in 2003 dan officieel als fulltimer. Ja, het zit er natuurlijk al in dat Mike ook mij op gaat volgen. Maar mijn pensioenleeftijd die schuift steeds een jaartje op. Dus vorig jaar ging ik over 5 jaar met pensioen. En dit jaar ga ik weer over 5 jaar met pensioen. Dus als dat zo doorgaat, dan gaat het niet met pensioen. Maar dat gaat natuurlijk wel een keer gebeuren. Maar ik wil het niet, want ik vind dit is gewoon veel te leuk. Het is veel te leuk om hier te werken. Je zou het nu niet helemaal zeggen, omdat het niet zo heel druk is. Maar het is een topjob om op zo'n vliegveldje te werken. Ik werk sinds 13 jaar bij de luchtmacht. En verzorg bij de luchtmacht de open dagen, de demo-teams en alle flybys. Dus daarvoor ben ik al 13 jaar word ik ingehuurd door de luchtmacht. En dat doe ik in mijn vrije tijd. Heb ik niet zoveel. Maar dat is fantastisch om te doen. Nou, waarom Texel? Texel is sowieso al uniek om naartoe te gaan natuurlijk. Op Texel heb je alles. Vroeger kwamen er hier wel eens vliegers van Schiphol, van de vliegclub van Schiphol. En die zeiden dan, nou, ik kom vanmiddag en moet ik nog wat voor je meenemen? Dan zeiden ze van kaas of spessiebonen. Ik zeg, ja, maar we hebben hier winkels, hè. Dus kijk, we hebben hier alles op Texel. We hebben hier, ik zeg altijd, we hebben hier de HEMA en we hebben, ja... De Blokker, de Sena, Scapino. Je kan hier alles krijgen. Maar je kan ook in alles doen. Je hebt bos, je hebt strand, je hebt vertier, je hebt musea. En waarom kom je naar het vliegveld? Ja, ik heb het net al gezegd. Het gaat ook om de route. Ja, de route, maar wij proberen toch zoveel... Je over zee vliegen. Ja. Het is toch een soort vakantieeiland. Maar ook niet alleen figuur, maar letterlijk ook wel. Ja. Als je, de mensen hebben het ook al, als ze de veerboot nemen, van hey, we zijn nu eventjes weg. En ja, dus met het vliegtuig denk ik eigenlijk vergelijkbaar. We zijn heel lang geleden door de kabelkrant gevraagd om het weer in te spreken. En op de kabel te zetten, omdat ze denken dat wij er verstand van hebben. Dus dat hebben we gedaan, meer als een soort promotie voor het vliegveld. Want als ze dat weer publiceren, dan staat texelairport.nl erbij. En dat is steeds verder gegaan. Eigenlijk als we op alle uitnodigingen waren ingegaan, dan hadden we hier gewoon... iedere ochtend was één man constant bezig met weerberichten te maken voor bungalowparken, voor de kabelkrant, voor Texel TV en noem maar op. We doen er een paar. En één is ervan dat we het weer ook live inspreken. Maar het gevaar is dat mensen ons ook gaan bellen en die vragen dan
van hoe is het weer, want we hebben vanmiddag een barbecue en we hebben een buitenvolleybaltoernooi. En... Voor 's middags is het nog wel aardig in te schatten, maar als ze dan bellen voor het weer over 2 weken, ja. Dat is toch wel wat lastig. Dat gebeurde op een gegeven moment ook wel. Ja, ja. En gelukkig hebben we tegenwoordig buienradar.nl. En heel veel mensen die kijken daar inderdaad naar op, dus het aantal telefoontjes is wel wat afgenomen. Maar ja, we worden toch een beetje als specialisten gezien van het Texas weerbericht. Ja. Mooi voor mama's opzetten, dus ik zou nog een tijdje stil mogen zijn, belletje. Ja, dat is goed.